Murat Önal, jouw eerste basisplaats, 2 doelpunten en dan toch met een klote gevoel van het veld afgaan. We kwamen 1-0 achter. Ik maakte met het geluk 1-1. En de tweede helft vroeg maakten we 2-1. Maak ik zelf 2-1. Dus ik dacht van ja, we gaan het uitspelen, maar het ging heel snel verkeerd. En ik zit wel met een. Ik zal het even netjes houden, met een slecht gevoel. Maar met wel 2 leuke goals. Ja, het is voor jou heel dubbel. Hoor. Je eerste basisplaats. Je laat aan de trainer zien dat je inderdaad graag wil. Je krijgt 2 kansen, je maakt gelijk 2 goals. Maar uiteindelijk lukt het dan net niet met FC Lisse. Waarom lukt het niet? Ik zou het zelf niet weten. Alleen ja, ik vind het wel zuur. Ik had liever dat we het na 2-1 gewoon helemaal hadden uitgespeeld. Wat normaal gesproken hoort. Maar ja, het ging de andere kant op. Dat is wel jammer. Als we dan inderdaad kijken naar FC Lisse in thuiswedstrijden, dat is eigenlijk geen gelukkige combinatie. Laatste thuisoverwinning van FC Lisse is van 3 mei vorig jaar. Waar ligt dat dan aan, dat jullie juist de meeste punten buiten Sportpark Ter Spekke pakken? Ik ben er pas bij, dus ik zou het niet weten. Misschien dat het team te graag wil laten zien aan het publiek om te winnen. Misschien gaat het daar fout. Door deze nederlaag komt Stedoco weer dichterbij. Het verschil is maar 3 puntjes. Beginnen jullie ook al zorgen te maken? Ja, zorgen. Het is wel jammer dat zij dit vandaag hebben verloren. Anders kon je zo naar de top 7 kijken. We moeten in de komende weken proberen om die gat nog groter te maken met Stedoco. Gaat dat lukken? Ik hoop het van wel. Succes alvast. Dankjewel.